welkom bij een nieuwe video van It's Robily. Ik ga het vandaag hebben over mijn favoriete kermisattracties. Het is namelijk van Otten. Ik vind het een hele mooie attractie. Mijn aankleding is mooi. Het is mooi gethematiseerd. Eigenaren zijn aardig. Van Otten geeft goede ritten weg. En het is gewoon een topattractie. De spinning coaster van Bewalda, de XXL-versie en de normale versie. Ik vind de XXL-versie een betere achtbaan dan de normale versie, aangezien het gewoon een stukje langer is en een stukje hoger. De normale versie vind ik ook wel mooi. Ik vind het gewoon een mooie attractie, aangezien het voor iedereen is. Niet alleen voor de grote, niet alleen voor de kleintjes, dus voor de hele familie. En dat maakt het ook zoveel leuker om een attractie te bezoeken. De soundmachine van Hoefnagels. Ik vind de soundmachine echt een mooie attractie. De bekleding is mooi, de ledverlichting is mooi, de muziek is mooi, de show die ze geven is mooi. En de attractie zelf geeft goede ritten weg, aangezien je gewoon heen en weer wordt geslingerd, over de kop gaat. Is de Star Rush van Swinkels. Ik vind het een hele vette attractie. Het is echt een waar je met G-krachten rond wordt geslingerd. Na zoveel tijd kun je gewoon vrij bewegen. Maar je lichaam voelt zo zwaar dat je gewoon niet precies weet hoe je moet bewegen. Althans, zo heb ik het ervaren. Maar allemaal, ik vind het een lekkere machine. Ik vind de turbopolyp die in uren staat altijd. Vind ik altijd goede ritten weggeven. Aangezien die laatste paar seconden, slash minuten, geeft die goede ritten weg. Allemaal, ik vind het een... Mooie zaak. De Rocket. De Rocket vind ik ook wel een fijne attractie. Het is sowieso wel leuk als je de Rocket ingaat als er mensen achter je in zitten. Aangezien je dan ook het karretje zelf gewoon zo vaak over de kop gaat. Als er niemand achter zit, dan gaat hij helaas niet over de kop. Want dat vind ik best wel zonde. Ik vind het gewoon een hele vette attractie. En dit was de video alweer. En over 2 weken, 17 augustus, begint onze kermis. Ik ben erbij als jij nou mij wil ontmoeten. Althans, niet dat ik zo'n grote YouTuber ben. Maar als je het gewoon leuk vindt om even met mij een praatje te willen maken, dat kan. Volg mijn social media kanalen. Op Twitter heet ik It's Romini. Op Instagram heet ik It's Romini. En dan zie je jullie weer bij een nieuwe video. En dat is volgende week om 3 uur. En dan zie ik jullie volgende keer weer.